We also agreed to enhance cooperation to promote Ayurveda and other traditional medicinal systems of both countries. In deference to our deep mutual respect for nature and traditional knowledge, President Bauterse and I jointly planted an Arjuna tree that I brought as gift from India. I hope you will nurture the tree and help it grow to be a tall symbol of our shared cultural legacy. Suriname en India hebben bijna de fase van ondertekening bereikt van een bilaterale MOU in verband met de samenwerking op het gebied van traditionele systemen van geneeswijze en homeopathie. Wat betekent dat Suriname en India beginnen aan een heel groot en economisch levensvatbaar industrie. Minister Elias, u had het over ontwikkelen van de traditionele geneeswijze van beide landen. Gaat yoga daar onder ook vallen? Yoga is dus niet opgenomen in het programma, maar u geeft ons een goed advies en u hebt me gelijk laten nadenken, net zoals je in een basiszorgpakket hebt, 12 fysiotherapeutische behandelingen. Misschien kunnen we met de verzekeringsmaatschappijen gaan praten om 20 yoga lessen te laten volgen op kosten van de verzekeraar. President, u heeft vanmorgen deelgenomen aan yoga oefeningen. Hoe voelt u zich nu? Heeft het echt gewerkt? Ik moet wel zeggen dat ik er wel heel serieus over nadenk om inderdaad me te gaan verdiepen in dat hele yoga gebeuren. Ik moet ook al zo lang een programma opstarten om te bewegen. Elke dag vecht First Lady met me. Wanneer begin je? Dus in dat opzicht wil ik beide toch wel proberen te combineren. Nowhere else in the world today and on no previous International Day of Yoga have two heads of state been co-participants. This is a unique event. And Mr. President, let me tell you that friends who do yoga together are true friends and always stay friends. Hold this folded leg, your right leg under your left armpit. The common yoga protocol that we have designed for entire world is a unique effort in itself. Because, relax. These were the four symbolic exercises or yogasanas that we did with our honorable guest.